Een echte klassieker op de Westmaat. De blauwe kant van de Westmaat. Spakenburg tegen Katwijk. De wedstrijd die vorig seizoen in 2-2 eindigde. Toen was Katwijk de ploeg die op een 2-0 voorsprong kwam. En hier is de eerste grote kans voor Spakenburg via Sam van Huffel. Spakenburg gaat serieus van start. Dit is Kilian van Meel. Kan doorgaan. De hoek is lastig. Maar de redding die noodzakelijk is, is ook goed van Stam van Bladeren. En zo is het een levendige wedstrijd met Spakenburg dat veel beter is in de eerste helft. Fink met de opening op links. Gaat dat overwicht nog leiden tot een treffer? Suleiman met het hakje de bal terug. Daar is Koen Westdorp. Maar ook deze gaat er niet in. Begin van de tweede helft dan. Er is gewisseld bij Katwijk. Ziet ze Brandsma's onder andere in de ploeg gekomen. Dit is Matthijs Haardijk. Voorzet en de kans voor Deskins. Katwijk begint furieus aan de tweede helft. En dat leidt dus tot deze grote kans voor Deskins. Maar Menno Heus is een goede keeper bij Spakenburg. Dan nog een kans voor Katwijk. De bal gaat naar de zijkant. Moet dan worden voorgebracht. En Tahiri van dichtbij via zijn borst stuit die bal naast. Zo gebeurt er heel veel op de Westmaat. Maar wordt er uiteindelijk niet gescoord bij Spakenburg tegen Katwijk.